Welkom op het clubstation van de Lierse radioamateurs Oscar Tango 5 Alpha. Oscar Tango 5 Alpha is een multi-multi contestation en op dit ogenblik nemen we deel aan de WPX DX contest. Bij ons hebben we Guy, ON7NB. Hij is contestleider van Oscar Tango 5 Alpha. We hebben een paar vragen over onze contestdeelnemers. Guy, een contestdeelnemer, wat is het profiel van onze deelnemers hier? Dat hij graag meedoet en wilt meewerken en bijdraagt aan het geheel van het team. Guy, aan de microfoon enkel topoperatoren? Nee, ook mensen met minimale ervaring op korte golf, die kunnen zeker en vast hiermee starten. Wat zijn nog de vooroordelen over het fort? Want daar gaan een aantal verhalen ronden, maar die willen we toch met kracht ontkennen. Ja, zeker. Men heeft het idee dat het veel te moeilijk is, heel te gesofisticeerd, dat men bepaalde dingen heel goed moet beheersen en kennen. En wij willen eigenlijk iedereen de gelegenheid geven die thuis niet zo'n station heeft, om daar toch een keer mee te kunnen werken. Ja. Dat is eigenlijk, ja. Ik neem aan dat het heel duur is om hier te mogen deelnemen. Ja, als je lang genoeg spaart en 15 euro bij elkaar krijgt, dan kun je perfect meedoen. De mensen die wat van verder af komen, zijn er mogelijkheden om te eten en te overnachten? Ja, we hebben een keukenploeg die heel lekker kookt, die heel lekker eten maakt. En voor heel economische prijzen moet je dus echt niks meebrengen van thuis. Er is drank en eten voldoende en de mensen kunnen ook blijven overnachten. Er is op heel het fort voldoende ruimte om allemaal te slapen, ja. Naast de operators aan de microfoon is er ook nog een gans ander team dat, nou, achter schermen niet, maar daarvoor is ook, hebben wij ook eigenlijk altijd mensen nodig. Welke functies moeten ook nog ingevuld worden? Ja, er is één groep, zoals gezegd, operatoren. Maar er is heel veel logistieke en technische support in het station. Gaande van de keuken, IT en noem maar op. Er is een hele grote groep die rond die operatoren werkt. En daar zoeken we ook altijd mensen voor. Ja. Buiten het puur radio en elektronica is er nog een heel belangrijk aspect, denk ik, wat er in de grote zaal gebeurt. Naast het contesten, kun je een beetje de sfeer beschrijven? Ja, het is een beetje uitgegroeid als een happening eigenlijk rond de contest. In de Shacks is echt contest. Maar dan hebben we de grote zaal, hè, de Megaluxzaal, waar we eten, waar we treffen. En dit is ook zo'n beetje zo'n meetingroom geworden, zo'n evenement. Wordt dat vanuit verschillende landen mensen ons bezoeken en zeggen, kijk, we gaan een keer naar het fort of we gaan hier naar daar. En mensen komen hier van verschillende landen bij elkaar. En het is naast contest gebeuren eigenlijk uitgegroeid, ja, tot iets heel speciaals. Ja, ja. Mensen die willen deelnemen in het team, hoe kunnen zij zich kandidaat stellen en wat wordt van hen verwacht? Ja, dat ze contact opnemen. Alle informatie staat op de website van ON7LR. Ze sturen naar ons een e-mailtje. Wij nemen contact op met hen en dan gaan we overleggen wat de mogelijkheden zijn, wat ze kennen, wat ze kunnen, wat ze graag zouden meedoen. En dat kan van alles zijn. Willen meedoen is startpunt. JA4, Foxtrot, Whiskey, India. Very good afternoon. Please copy 59, number is 6. Wil jij ook deelnemen in dit unieke team Oscar Tango 5 Alpha? Stuur dan gerust een mailtje. U vindt alle informatie op de website van oscarnovember7limaradio.org. En uiteraard, de bedoeling is dat u wordt ingezet naar eigen kunnen en ervaring. De meeste mensen beginnen als co-operator naast de operator om, zoals wij noemen, de stil te leren. De banden zijn zo georganiseerd dat er voor iedere band een bandverantwoordelijke is. U krijgt een bandverantwoordelijke toegewezen en die zal u dan ook brieven over het hoe en het wat van Oscar Tango 5 Alpha. Dus join Oscar Tango 5 Alpha. Dank u. You are set, Oscar Tango 5 America. Please copy for you 59. Number is 653. 653 QSL. Sam, bye bye. You are set, Oscar Tango 5 America.